1 like is 1 Squid Game pop. Hoeveel poppen kunnen we verzamelen? Ik heb mijn outfit alvast aan. En dit is waar het spel zich afspeelt. We moeten iedere keer op een groen vakje staan. Doen we dat niet, vallen we in de lava. Oké, ik ben er klaar voor. Let's go. Er kan maar 1 winnaar zijn. En er zijn hier een hoop mensen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Oké, welk vakje wordt groen? Deze. En je kunt mensen ook mappen. Wat? Dat is zo oneerlijk. Nee. We hebben nog een paar seconden. En daar gaat iemand vallen. Doei doei. Oh. Oké, nu snap ik hoe het werkt. En probeer ik sowieso bij mensen uit de buurt te blijven. Tenminste, jij moet even aan de kant. Dit is waar ik wil staan. Ik heb er eraf gegooid. Oh my gosh, ik wist niet eens dat dat kon. Ik sta hier wel goed. Oh, dit is zo spannend. Oké, weet je wat? Waarschijnlijk wil ik dit vakje kiezen. Maar eerst... Oké, nog een paar seconden. 3, 2, 1 en ik sta er. Oh my gosh. Geloof me, dit is echt heel moeilijk. Ik bedoel, het groene vakje vinden, dat is een eitje. Alleen ervoor zorgen dat... Oeh, niemand anders hem claimt. Dat is... Nee. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh... En ik heb net iemand er nog ingegooid op het laatste moment. Oké, jij bent de pineut, bacon hair. Aan de kant. Oh, snap. Ik heb hem er net niet afgegooid. Aan de kant, aan de kant. Yes. Nee. Nee. 3, 2, 1. Oh my gosh. Er is nog maar 1 iemand over. Dit is een battle. Om het spannend te houden, pak ik deze kant. We zijn letterlijk de enige 2 die nog over zijn. Oh nee, er is maar 1 vakje. En zij staat er al. Oh my gosh, nee. Oké, ik ga daar aanvallen op het allerlaatste moment. Bij de laatste seconde. En dat is nu. Oh, oh. Oh, yes, yes. Oh my gosh, dit was zo epic. Ik heb gewonnen. En als het goed is, staat er nu een mega mij te dansen in de Robux. Ik heb Squid Game gewonnen. Kijk maar, dat is het spaarvarken. Yes. De volgende minigame. De vloer is lava. De vloer is lava en je moet niet afgaan. Zo makkelijk is het. Tenminste, zo makkelijk klinkt het. 3, 2, 1 en we zijn begonnen. Oké, ik heb niet echt gelezen wat ik moest doen, dus misschien was dat wel handiger geweest. Ik denk dat sommige stenen op een gegeven moment naar beneden vallen. En dat gebeurt inderdaad. Oh, nee. Oh, oh, snap. Oh, snapperoni. Oh, dit is zo lastig. Deze is misschien nog wel lastiger dan de vorige. Wat is het toch met Squid Game en lava? Is dat wat we bij Squid Game 2 kunnen verwachten? Als ik afga, ga ik huilen. Maar gelukkig kan ik mijn tranen vegen met de Robux die ik heb gewonnen in het vorige spel. Oh my gosh, er zijn nog zoveel spelers over. Dit is moeilijk. Dus wanneer je 1 keer op een steen bent gaan staan, lijkt die daarna te verdwijnen. Of kun je er gewoon op blijven staan? Je kunt er gewoon op blijven staan. Oh my gosh, dat is zo... Oh nee, deze niet meer. Je moet dus gewoon op 1 steen blijven staan totdat die rood wordt. Dan weet je dat het niet goed is. Een rode steen staat gelijk aan zwemmen in de lava. Oeh. En dat is dus niet wat je wil. Ik bedoel, ik snap, misschien heb je je zwemdiploma, maar niet voor in de lava in Roblox. Wow. Oh my gosh, het is zo moeilijk. Soms wil je net een sprong maken en dan wordt die steen rood. Come on, come on, come on. Ik kan ook samen met iemand op een steen blijven staan. Oké, tot nu toe gaat het goed. Oh nee. Er zijn nog 6 spelers over naast mij. Alleen wordt het nu wel heel erg lastig. Stenen worden sneller rood dan eerst. En je kunt er minder lang op blijven staan. Oh. Nee, ik ben afgegaan. Maar het is tijd voor de volgende Squid Game. Je moet proberen om bij de top van de berg te komen. Oké, het is niet echt een berg, maar bij de kroon. Let's go. Oké, ik ben team blauw. En ik neem me dus op tegen team rood. Dit is zo moeilijk. Je moet proberen om niet te vallen. Yes, we zijn er. Oké, dit is nice. Nu moet ik hier zo lang mogelijk blijven staan. Zonder dat een rode speler mij hiervan afgooit. Oh, maar wacht. Zij hebben ook een eigen berg. Come on, ik gooi jullie er allemaal af. Oh nee, misschien was ik iets te enthousiast. Daarom is het belangrijk om de spelregels goed te lezen. Maar ik kan toch niet de enige zijn dat wanneer je mee wil doen aan een spel, dat je niet echt oplet wat de regels zijn. Ik heb iemand eraf gegooid. Maar dat je gewoon wil beginnen. Oké, aan de kant. Ik heb iemand eraf gegooid. Iedereen die hier overheen wilt, gooi ik eraf. Alleen rood heeft veel meer punten. Dus ik ga vol in de aanval. Kom hier, rood. En rood heeft mij. Hier hebben we iemand van rood. En we gooien hem eraf. De leukste game tot nu toe vond ik dat met die vakjes. Niet alleen omdat ik gewonnen heb. Oké, misschien een beetje. Maar oprecht, die vond ik leuk. Maar we hebben verloren. Het is tijd voor de volgende minigame. En dit ziet eruit als de trappenhal in Squid Game. We moeten zometeen de juiste kleur blok kiezen. Of niet echt kiezen, erop gaan staan. En als we dat niet doen, stel voor het is geel en we staan op rood, dan... vallen we. Dit is wel een mooie kamer. Perfect voor een feestje. Op dat scherm staat welke kleur het gaat worden. Roze. Oh nee, je kunt elkaar weer mappen. Ik heb iemand gemapt. En stiekem vond ik het best wel leuk. Sta ik hier goed? Dat meisje daar staat niet goed. En ze valt... Waarom blijft ze zweven? Oké, we moeten nu oranje hebben. En ik ben voorzichtig, terwijl ik eerst iemand een map geef. Oh my gosh, ik heb haar letterlijk laten vallen. Nu moeten we blauw hebben. Maar er zijn meerdere soorten... Wegwezen. Er zijn meerdere soorten blauw. Maar ik geloof dat ik op de goede sta, toch? Ja. Oké, we moeten groen hebben. Ik heb nog een paar seconden. Maar ik wil jou een map geven. Oh my gosh. Hij zat in de muur. En ik sta goed. Dit is echt een hele spannende. Eigenlijk dezelfde die we eerder speelden. Maar dan net iets anders. Wegwezen. Nu is het roze. Dat is een makkelijke kleur om te vinden. Ga ik deze persoon mappen? Oh, ze heeft het goed gedaan. Dus ik ga bij haar staan en ik map er alsnog. Oké, dit is degene die ik moet hebben. Maar ik kijk goed om me heen dat er niemand... Oh nee, er komt iemand aan. Nee, er komt iemand aan. Oh my gosh, ik heb hem eraf gegooid. Hij kwam op mij af. Hij begon. Oké, wacht. Ik moet deze hebben. 3, 2, 1. Oh. Oh my gosh, dat is zo flauw. Maar het hoort bij het spel. Oh, het spel is voorbij. Wacht, wat? Ik heb weer Squid Game gewonnen. Alleen deze keer met meer mensen. Ik zie mezelf daar wel dansen. En het zijn mooie moves. En dit is waar het volgende spel zich gaat afspelen. Wat is dit? En waarom staat er een guard bij? Steen, papier, schaar. Wat? Oké, prima. Klinkt goed. We hebben 5 hartjes. En iedere keer dat je afgaat, verlies je erin. Oké. Steen, papier, schaar. Hij heeft papier gekozen. Yes. Steen, papier, papier. Oh, hij heeft steen gekozen. Dat wint. Ik win. Steen, papier, schaar. En hij heeft papier. Wat? Steen, papier, steen. Schaar. Ik win weer. Wauw. Steen, papier, papier. Oh, hij heeft nu schaar. Steen, papier, papier. En wat kiest hij? Hij kiest ook papier. Ik ga weer schaar doen. Wat kiest hij? Papier, please. Ja! Ik heb gewonnen. Speel steen, papier, schaar in de comments. Spam dus steen, papier of schaar. Ik kies schaar. Het is tijd voor de volgende game. Tikkertje. Letterlijk tikkertje. Als je rood bent, moet je mensen tikken. En als je niet rood bent, moet je wegrennen. Zodat je niet getikt wordt. Weet je wat? Ik ga gewoon hier op het dak staan. Niemand die mij hier vindt. Waarschijnlijk wel. Oké, er zijn hier wat andere spelers. Maar ik zie er geen één die rood is. Oh, daar is iemand bevroren. Gelukkig kun je je medespelers wel... Oh, daar zijn de rode. Oké, jongens, we gaan die kant weer op. Let's go. Dit is best wel eng. Ik neem het risico. Maar kan ik niet gewoon hier naar binnen? Kan ik niet gewoon... Ja, ik kan gewoon hier aan staan, toch? Niemand die mij ziet. Oké, eigenlijk wel. Ik ga hier tussen staan. Ik ben groen, net zoals het suikerriet. Niemand die mij vindt. Oké, ook wel. Waarschijnlijk. Het is geen goede verstopplek. Oh, mag je in het water? Oh, daar is er één. Kan ik er niet een aantal redden? Er is er daar bijvoorbeeld eentje. Oh, let's go. We redden hem. Wel. Oh my gosh, nu ben ik zelf geraakt. Dit was geen verstandig idee. Hé, ik ben wel een ijsklontje, dus als iemand een koude cola wilt, hit me up. Kan niemand me helpen? Ik wil geen ijs zijn. Tenminste, softijs misschien, maar geen ijsblokje. Ik ga een nieuwe outfit halen. Inderdaad, ik heb de lava outfit gekozen. En de volgende minigame, oh nee, is honingraad. En dat betekent maar één ding. De guards staan klaar om iedereen in te maken die niet goed is in dit spel. Die afgaat. Die het koekje laat breken, oké? Oké, we zijn begonnen. Ik heb ook gewoon weer de paraplu. Oh nee, vreemd genoeg is dat wel mijn favoriet. Ik heb hem alleen wel een klein beetje laten kraken. Barsten, breken. Oh my gosh, ik heb nog maar minder dan 30 seconden. Come on, dit is het moeilijkste gedeelte. Oh, waar heb ik het gehaald? Ik heb het gehaald. Er komen zometeen muren op ons af. En wij moeten er doorheen springen. Niet tegenaan. Echt niet tegenaan. Oké, de eerste muur komt eraan. Het is het welbekende driehoekje. Let's... Oh, ik hoefde niet eens te bewegen. Ik dacht dat ik er... Oh my gosh. Oh nee, 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 nee. Ik let er niet op. Oh, maar je mag de muur wel aanraken. Alleen, je mag hem niet je eraf laten duwen. Oké, dat maakt het wel iets makkelijker. Misschien moet ik dat niet te hard roepen, maar dat denk ik tenminste. Alleen de muren komen van alle kanten. Driehoekje. Dus het kan zijn, zoals nu bijvoorbeeld, dat er vanaf de zijkant ineens een vierkant komt. En niks tegen vierkanten of zo, maar... Minecraft. Oh, daar is ook weer een vierkant. Ga ik het halen? Ga ik het halen? Ga ik het halen? Woe! Hé, dit is niet eerlijk. Het zijn vooral vierkantjes. Hoe moeten de driehoekjes zich wel niet voelen? Of wat dacht je van de cirkels? Die heb ik nog helemaal niet gezien. Oké, tot nu toe is het eigenlijk best wel makkelijk. Oh, daar is een cirkel. Hé, cirkel. Iets minder snel, jij. Ops, oké. Zou ik gewoon hier kunnen blijven staan of word ik er dan afgeduwd? Ik kan blijven staan. Alleen vergat ik dat er aan de andere kant ook nog een muur kon komen. En ik ben net op tijd. Ik denk dat ik dit ga winnen. Ik denk dat er meerdere spelers gaan winnen. In sommige Squid Games is er maar één winnaar. In de echte Squid Game is er maar één winnaar. Maar in sommige Squid Games... Oh, kunnen er meerdere winnaars zijn. Oké, hier is weer een vierkantje. 3, 2, 1. Spring. Volgende muur komt eraan. Het is een cirkel en... Oh, ik ben net op tijd. 3, 2, 1. Woe! Oké, de laatste paar seconden. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Op de laatste seconde ben ik gevallen. Op de allerlaatste. Oh. Meestal als ik Squid Game speel, probeer ik de guard of de baas te zijn. Maar deze keer ben ik zoals iedereen hier een speler. En het eerste spel is rood licht, groen licht. Het licht is groen, dus ik mag lopen. Maar als het rood wordt... moet ik stoppen. En ik ben over de finish. Yes! Nu pas besef ik me weer hoe groot de Squid Game pop is. Zelfs haar sokken zijn langer dan ik. Maar ik kan mensen duwen. Hallo, ik ben van de duwpolitie. Doei doei! Zou ik de pop kunnen duwen? 3, 2, 1... Dat werkt niet. En oh my gosh, hier is iemand af. Maar vooral in het begin zijn er zoveel mensen afgegaan. Het voelt best wel eng om hier te lopen wanneer het licht rood is. Alleen ik heb het al gehaald. Dus nu mag ik hier zelfs lopen terwijl de pop kijkt. We zijn terug bij spel 2. Honingraad. We moeten het koekje lossnijden. En dat zijn de figuurtjes die we kunnen krijgen. Ik hoop op de paraplu. Het is de moeilijkste, maar ik wil het proberen. Yes! Oké, het gaat erom dat we heel voorzichtig zijn. Want te snel staat gelijk aan het koekje breken. En het koekje breekt... Oh my gosh, er is letterlijk iemand gevallen onder mijn koekje. Dat is niet echt een motivatie, maar aan de andere kant, ik word er wel voorzichtiger door. Yes! Ik heb het koekje op hem neergelegd. Het is gelukt! En ik beloon mijzelf met een ritje van de glijbaan. Dat is niet hoe een glijbaan werkt. Er zijn zoveel mensen afgegaan. Het is tijd voor spel 3. En deze heeft geen eens uitleg nodig. Eén stuk glas is juist, maar de rest van het glas is dat niet. En oh my gosh, iemand is zo mega snel... Oh, snapperoni. Ik sta vooraan, maar ik durf niet verder. Eigenlijk moet ik wel. Ik laat deze dude eerst gaan. Welke kies je, gast? Oké, het zijn deze twee. Let's go. Yes, we hebben het gehaald. Er is nog één meisje en... oh my gosh. Het volgende spel is touwtje trekken. Er komt zo meteen een knop in beeld en ik moet er gelijk op drukken. Snel, ik moet zo snel mogelijk drukken. Druk, 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 druk. Yes! Oh, dat meisje valt bijna. 3, 2, 1. Ja! We hebben gewonnen! Er zijn nog maar twee spelers naast mij. En die staan allebei daar. Het lijkt wel alsof ze samenwerken. Ik moet proberen een minuut te overleven. Oh, ze komt eraan. Ze werken inderdaad samen. Ik probeer me gewoon zoveel mogelijk achter de bedden te houden. Oh nee, laat maar. Ze battelen met elkaar. Dat is een soort van nice. Dat betekent dat ze mij niet zullen pakken. De laatste 10 seconden. Ze zijn nog steeds met elkaar aan het battelen. De jongen heeft gewonnen. Hij heeft zojuist haar ingemaakt. En ik ben dus de enige met hem in Squid Game. Het laatste spel is knikkeren. We moeten raden of er een even getal knikkers is. Of een oneven getal. Even getallen zijn 2, 4, 6, 8. Oneven, 3, 6, 9. Je snapt het. Dit is dus eigenlijk gewoon geluk hebben. Ik ben de enige samen met hem. Ik denk dat het even is. Had ik gelijk? Nee. Oké, weet je, nu is het even. Had ik gelijk? Nee. Oké, kom op. Dan is het nu sowieso even, right? Ik heb nog maar 3 knikkers. Zoals het er nu naar uitziet, ben ik dit aan het verliezen. Ik heb nog maar 1 knikker. Ik ga gewoon weer voor even. Ik zeg het toch. Je moet geluk hebben. Nee! Ik word ingemaakt. Laat me met rust. Doe het niet. Guard, alsjeblieft. Ik moest gewoon raden en het ging fout. Like voor meer, abonneer en adios.